In deze video de grafiek van een machtsfunctie. En die ziet eruit als a keer x tot de macht n. Nou, dat is een standaardfunctie en een standaardfunctie levert weer een standaardgrafiek op. En zonder toelichting mag je die tekenen of schetsen. Nou, die n, de exponent, die kan even zijn of oneven. En die a, die kan dan weer positief zijn of negatief. En dat levert dus vier figuren op. Laten we eerst even gaan kijken naar n is even. Dat is ook de makkelijkste, vind ik. Want die ziet eruit als een parabool. Het is geen parabool. Het is trouwens alleen maar een parabool als die n gelijk is aan 2. En als je een paraboolvorm hebt, dan heb je dus een top. En zoals je ziet is die lijn symmetrisch met de a, zo noem je dat. Nou, en die exponent die kan ook oneven zijn. En als de exponent oneven is, dan krijg je een slinger. Hè? Heb je de vorm van een slinger. En heb je de vorm van een slinger, hè, dus n is oneven, dan heb je niet een top, maar dan heb je een punt van symmetrie. Hè. Dus die grafiek is puntsymmetrisch. Nou, zoals je weet kun je grafieken ook verschuiven. En een ander woord voor verschuiven is dan translatie. En als je dan een grafiek verschuift, dan krijg je een beeldgrafiek. Dus laten we gaan kijken naar g. En die ontstaat uit f. En ik heb ze beide getekend zoals je ziet. En f die heeft een andere top, namelijk 0, 0, dan g. Want de top van g is namelijk min 4, 5. He, dus je ziet nu ook de verschuiving. He, want je gaat dus 4 naar links en 5 omhoog. En de verschuiving, dat noem je weer een translatie. En als je zegt 4 naar links, he, dan schrijf je dus op min 4... Nou ja, 5 omhoog is dan gewoon 5. Nou, de top van de grafiek van g is dan min 4, 5. Dat kun je ook aflezen, hè? Want tussen de haakjes moet je uitkomen op 0. Dus min 4, 5. Nou, het maximum van g, ja, die heb je eigenlijk ook al. Hè? Want als je de x gaat vervangen door min 4, hè, dan krijg je 5. En het bereik, hè, dus dat is verticaal, hè? Ja, hij komt niet hoger dan 5. Dus dat schrijf je zo op. Nou, we hebben een voorbeeldje. En we hebben dus i is 4 keer x tot de macht 6. En we doen een translatie van 4, 3. En dus dat betekent 4 naar rechts en 3 omhoog. Dus je hebt een optelling van 3. En tussen de haakjes krijg je dan x min 4. Tweede voorbeeld, dus je doet een translatie, dus je gaat 2 naar links. Dus je gaat er 2 bij optellen tussen de haakjes. En 1 en 1 is dan weer 2, en dat is dan weer verticaal. Dus heb je een grafiek en die ziet eruit als i is a keer x tot de macht n. En je hebt een translatie van pq. Dan krijg je een beeldgrafiek. En dan krijg je tussen de, dan ga je, omdat je een verschuiving hebt, dan krijg je tussen de haakjes x min p. En je krijgt de optelling van q. Nou, je kunt behalve verschuiven, kun je ook een grafiek vermenigvuldigen. Dat kun je doen ten opzichte van de aja's. Gaan we niet behandelen nu. En kun je doen ten opzichte van de x-as. Dat is eigenlijk niet heel moeilijk. Want dat eerste voorbeeld, als je gaat vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as met 5, dan ga je dus alles aan de rechterkant van het gelijkteken vermenigvuldigen met 5. Dus dan krijg je 15x tot de macht 5. Het tweede voorbeeld is een beetje moeilijker, want als je gaat vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as met min een half, doe ik even een tussenstapje. Dus dan ga ik alles vermenigvuldigen met min een half. Dus dan krijg ik min een vierde. Tussen haakjes x min 2 tot de macht 4. En min een half keer min 2 is 1. Nou, dan is dit de rekenregel. Nou, het is ook heel belangrijk dat als je aan de slag gaat met
een vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as, of je doet een translatie, dat je goed let op de volgorde. He, want als je bijvoorbeeld i is x tot en macht 3 hebt en je doet eerst een vermenigvuldiging en dan een translatie, ja, dat ziet er natuurlijk een beetje anders uit dan wanneer je de volgorde omdraait. Want heb je eerst een translatie en dan krijg je tussen de haakjes x min 2, een optelling. En dan doe je keer 4, hè, dus alles aan de rechterkant van het gelijkteken ga je vermenigvuldigen met 4. Is dit wat je krijgt, hè? Dus denk daar even om. Nou, we gaan naar voorbeeld 2. Dus je kunt zeggen, ik zet hem op pauze en dan probeer ik het lekker zelf. En anders dan blijf je natuurlijk kijken. Nou, we hebben eerst een translatie van 2 min 3. Dus dan krijg je tussen de haakjes x min 2. En daarachter staat dan weer min 3. En vervolgens hebben we een vermenigvuldiging van min 2 ten opzichte van x. Dat schrijf je zo op. Dus alles aan de rechterkant vermenigvuldigen met min 2. Dat doe ik even met een tussenstapje. Dus min een half. En ik eindig met plus 6. En dan moeten we ook nog de coördinaten van de top geven. Nou, dan moeten we tussen de haakjes uitkomen op 0. Hè? Dus x is 2. En dan is i gelijk aan 6. Dat is de top. Einde video. Tot de volgende keer.